Natsivenja, dit is mijn farm zelf gebouwd. Zakka oem, met peen en aardappel. Noobcraft. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En wij worden steeds iets minder Noobcraft noob, maar we zijn nog steeds de grootste Minecraft noob van YouTube Nederland. Vandaag aflevering 4. En we liggen hier in ons huisje. Ik wil trouwens wel eerst even mijn bed naar boven brengen. Ik bedoel, het is best wel gek dat mijn bed hier beneden staat. Zo, laten we mijn bed even lekker hier naast die trap leggen ofzo. Hoppa. Kan ik nu ook hier slapen of zijn er nog steeds creepertjes pieptjes? Er zijn nog steeds monsters. Potverdorie. Ik heb trouwens wat geleerd van jullie. Ik heb zombies kapot gemaakt en geen creepertjes pieptjes. Staat hij weer hier voor mijn deur? Ik weet niet, ik kan hem niet zien. Ik weet niet waar die is. Staat hij weer hier? Ja, kijk, zombie. Ik ben niet bang voor jou. Ik ben niet bang voor jou, zombie. Ik ben niet bang. Maar ik heb dus geleerd dat dit inderdaad dus een zombie is en geen creepertje piepertje. Thanks man, ik leer gewoon Minecraft van jullie. Zo, kan ik nu dan wel slapen, zodat het gewoon lekker dag is als ik wakker word? Ja, nice. Anyway, het doel is vandaag om een farm te maken, oftewel een boerderij te maken. Ik heb hier best wel een mooi landschapje en hier zou je best wel denk ik een mooi boerderijtje ook kunnen maken. Maar om een boerderij te kunnen maken, heb je water nodig. En wat we daarvoor moeten doen is letterlijk een emmertje water halen. Alleen ja, dan moet je dus wel een emmertje hebben. En een emmer maak je met ijzer. En als het goed is, heb ik hier ergens ijzer beneden. Volgens mij kan ik hier dan ijzer van maken, jongens. Er komt hier niks uit. Waarom komt hier dan niks vandaan? Dat snap ik niet. Heb ik dan misschien een stenen pikhouwwiel nodig of zo? Is dat het? Wacht even, hoor. Hoe maak ik dan een stenen pikhouwwiel? Van 2 stokjes en 3 steen. Oké, ik heb planken. Laat ik even stickies maken. Dan kan ik nu, als het goed is, ook een andere pickaxe maken. Bijvoorbeeld een stenen pikhouwwiel. Oh, en ik heb dan ook een schoffel nodig voor straks. Laat ik in ieder geval even dit stenen pikhouwwiel dan pakken en kijken of ik daar wel mee kan minen dan. Ik kan me namelijk voorstellen dat dat niet gaat. Ik ben van alles en nog wat tegengekomen. IJzererts? IJzererts, is dat wat ik nodig heb? Ik heb nu ook iets anders, een vuursteen gevonden blijkbaar. Even kijken of we nu een emmertje kunnen maken. Het begint alweer een beetje te schemeren buiten. Man, man, man. Moeten we nog op gaan schieten? Ook weer, joh. Ik moest hout met planken volgens mij voor karkool. Dat hebben jullie ook gezegd volgens mij in de chat. Planken en dan gewoon beneden een stronkie. Niet? Oh. Andersom? Ja, andersom. Oké. Okay. Boven de stronk en beneden de planken. Oh, mijn inventory is er trouwens ook weer helemaal vol, jongens. Kijk, zo krijg ik dus blijkbaar houtskool. Dan de houtskool, die moet hieronder. En dan ga ik de ijzererts even hierin doen. Oh, dit werkt. Dit werkt blijkbaar. Oké, okay, ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Ik hoop dat we nu de materials krijgen die we moeten hebben. Dit is in ieder geval een ijzer... Ja, dit is het. Een ijzerstaaf. Dit is wat we nodig hebben. Nice. Maar volgens mij heb ik er nog één nodig. Dan gaan we eerst eens even van alles weer hierin doen. Want dit heb ik allemaal niet nodig. Ah, ik moet nog verder graven. Oh, wel even deurtje dicht. Of zal ik eerst even weer gaan slapen? Laat me eerst slapen. Mag ik slapen? Ik mag gewoon slapen. Toppie. Yo, ben je er weer? Vriend, waarom kom je elke keer hier, jongen? Freaking zombie. Ga dood. Hoppa. Yo, is ijzererts zo zeldzaam of zo? Gun mij. Is dit het wel? Dit is het wel. Zie je? En dan moest ik het dus blijkbaar wel met dit pikhouwwiel kapot maken. Want anders krijg je het gewoon niet. Oké. Okay, let's go. Oh nee, hier zo moet ik zijn. IJzererts bovenin. En heb ik nog ergens iets van hout? Heb ik geen hout? Ah, oh, man. Jongen, jongen, jongen. Je moet wat partij moeite doen voor een emmertje hier zo. Dat is niet normaal. Man, man, man. Ik dacht dat het even niet zo moeilijk zou zijn om even een emmertje te fixen. Maar jeetje, man. Ik ben nu al een half uur bezig om een emmertje te krijgen. Hé, mijn ezel is terug. Kijk daar. Mijn epische ezel. En een eitje. Woep, woep. Oké. Plankjes erin. Hout erin. En vervolgens meer ijzeren ingoats maken. IJzerstaven. Bam. Houtskool hier zo. En dan ijzererts erin. Kablam. Zo, we worden al echt een Minecraft pro, jongens. What, what? Kom maar op met die ijzeren staven. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Yes. Nu dan. Kunnen we een emmer maken? Ja. Ja. We hebben een emmer. Oké, okay, top. Dit gaat helemaal goed. Jongens, ik zei toch dat wij samen hier zo pro zouden kunnen worden? Niks aan de hand, jongen. We gaan hier zo, gaan we even een stukje land maken. Let's go. Oké, okay, dus als ik nu hier zo de vloer zo... Ja. Oh, hè? Ik heb denk ik niet de goede ding gemaakt. Moet dit dan met pikhouwwiel? Ik wil zeg maar hier gewoon goed land van maken. Dat moet toch zo? Oh, kan ik het nou weer niet? Ik begin ook weer honger te krijgen, dus ik ga even weer... Oh, nee, niet slaan. Even wat eten. Hallo? Wil je dit? Hier.
Jij mag van mij een wortel. Steven, hij is verliefd op mij. Hier. Wortel. Hier. Wat? Oh, er is een... Wat? Er is een baby geboren. Er is een baby varken geboren. Er is een baby varken geboren. En ze lopen allemaal achter me aan. Wat? Wat moet ik hekje maken of zo? Willen jullie bij mij wonen? Oh man, ik wil hekjes. Ik heb toch niet genoeg materials. Dit kan, ik ben hier helemaal niet klaar voor. Ik ben helemaal niet klaar voor een varkens. Een varkensstal. Dat kan ik, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Oh. Wauw, oké, maar wat ik wou doen. Dus in ieder geval, hier dan maar even een gaatje maken. Gaan we nu even een emmertje water halen, jongens. Oh, maar dat emmertje water was best wel dichtbij, volgens mij. Kijk, want ik wil eigenlijk naar het strand toe lopen, maar we hebben hier gewoon tegenwoordig water. Dus, verzamelen. Ja. En dan heb ik hier... Ja, kijk. Hoppa, oké. Alleen, nu dacht ik dus, dat je op deze manier... Ja, oh wel, het werkt wel zo. Nice, ik had alleen de verkeerde knop. En dan kan je dus 4 vakjes om het water heen, kan je dus nu land gaan maken. Dus ik heb nu 4 vakjes die kant, dan kan ik nog 4 vakjes zo diagonaal ook. Dus dat houdt in dat dit ook allemaal zo kan. 3, dan zou ik ze technisch gezien zelfs nog hier een rijtje kunnen maken. Ja, dit gaat helemaal goed, jongen. Oh, wacht even, ik heb hier iets niet goed gedaan. Wat is dit? Zitten jullie nou mijn farm nu al te slopen, jongens? Oké, dit gaat niet helemaal volgens plan. Of wel? Of is dat juist wel volgens plan? Is dit wel hoe het moet? En kan ik dan daar een wortel in doen? Ik zal ongetwijfeld nu dingen niet goed doen. Maar ik heb wel hier wortels geplant, jongens. Oh, ik denk dat het water dit doet. Dat het vruchtbaar land wordt nu. Ja, dit wordt nu vruchtbaar land. Maar het wordt wel weer avond. Dus ik moet wel weer heel snel gaan slapen nu, jongens. Oké, wat rusten. Doei. Dag. En toen was het weer dag. Hoe gaat het met mijn gewassen? Kijk eens. Dit gaat vrij aardig. Alleen dan weet ik dus dat ze in dat andere dorp hebben ze nog meer wortels. Dus eigenlijk wil ik daar even mijn wortels vandaan halen. Hé, het landschap verandert, man. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Kijk dan. Nog heel even. En mijn dorp staat ook gewoon onder water, jongens. Wat? Kijk, kriepetje pieptje. Nee, ik ga niet kriepetje pieptjes lopen, jongen. Kriepetje pieptje ontploft. Of zeiden jullie nou dat kriepetje pieptje niet overdag kan ontploffen? Maar alleen s'nachts. Dat ben ik even vergeten. Kijk, als het goed is, hebben ze hier kapot veel wortelen. Ja! Kijk eens. Hoppa, wortels. Wat is dit? Oh, kijk eens, aardappels. Oh, dat wil ik ook wel. Aardappels wil ik ook wel. Ik heb alleen volgens mij precies mijn wortelen niet goed geplant. Dat is echt weer zo'n noob-actie, jongen. Oh, soms baal ik zo dat ik een noob ben. Oké, maar ik weet niet hoor. Er lijkt hier iets niet helemaal goed te gaan in dit land. Oké, eigenlijk had ik ze hier moeten plaatsen in een rechte lijn. Kan ik dit weghalen? Oh, ik kan nog gewoon weghalen. Dan krijg ik gewoon wortels. Oké, cool. Oké, let's go. We gaan hier zo een rijtje maken. Gaan we zo een rijtje maken. Top. Dan heb ik dus ook nog aardappel. Ik ga ook even een rijtje aardappel maken. Zo. En hier ook een rijtje aardappel. Ik denk dat dit goed moet komen. Ik denk dat ik nu mijn akker heb gemaakt of zo. Ik denk dat ik voor nu gewoon lekker kan gaan eten. Nou ja, nu nog niet. Het moet eerst groeien. En dan moet ik nu zorgen dat er natuurlijk een hekje omheen komt te staan. Dus moeten we even flink wat hout gaan hakken. We moeten even houten hekjes maken. Geef mij hout. Oh man, ik ben echt niet goed voor het milieu. Ik maak alle bomen kapot hier. Ik denk dat ik nog veel meer bomen moet hakken. Als ik zie hoe snel ik altijd door mijn hout ben, jongen. Dat gaat echt zo snel. Mijn bijl is ook bijna kapot. Oh kijk, hier stokjes. En appels. Kijk eens. Oh, kijk. Nom. Er zijn allemaal spulletjes die ik kan gebruiken. Nou, helemaal top. Okay, dit verdwijnt uit zichzelf, zeiden jullie tegen mij. Ja, dit groeit lekker, jongens. Kijk eens, dit groeit toppie. Moeten we nu dus hekjes gaan maken? En voor hekjes, zag ik, hebben we volgens mij weer stokjes nodig. Planken en stokjes. Ik kan ondertussen ook al ijzeren schoffel maken. En een schaar. Ik kan een schaar maken. Waar heb je een schaar voor nodig dan? Oké, in ieder geval eikenhouten planken. Laten we daar even een zootje van maken dan. Kijk, nu kan ik een eikenhek maken. Dus laten we ook even wat stokjes maken dan. En dan kunnen we wat meer hekjes maken. Oké. Ik heb 18 stukjes hek. Dat is nog niet genoeg, denk ik. Maar oké, we komen wel ergens. Bam. Ja. Oh, snap. Ik ben gewoon mijn eigen freaking tuintje aan het maken, jongen. Ik heb een tuintje in Minecraft. En ik verbouw daar peen. Peen en aardappel. Voor mezelf.
want ik heb honger. Oké, okay, nog 18. Ja, zo. Oké, okay, ik had er in totaal weer 18 nodig. Want dan kan ik er omheen een nog meer hekkie zetten. Hey, hekkie. Ja. Oh, nee. Dat is niet goed, mijnheer. Hier moet ik komen. Juist. Hoppa. En hier, hekkies. Ja. Oh. Oh. Nee. Nou kom ik er nog 2 tekort. Waarom zo lullig, jongens? Ja, nu heb ik er genoeg. Nu heb ik er nog 3 bij. Kijk. En als het goed is, kunnen dan de kriepertje piepertjes of de zombies kunnen niet bij me eten. Want jullie weten hoe ze zijn. Die gasten stelen alles. Hoppa. We hebben ons eerste... Oh, ik kan er alleen niet inspringen. Heb ik een deurtje nodig of zo? Ik denk het. Eikenpoortje hebben we nodig. Ja, hier staat mijn poortje. Ik was hem kwijt, jongen. Bam, poortje. Waar gaan we het poortje doen? Ik bedoel, ja, laten we die dan ook aan deze kant doen. Hier, deze gaat weg. Nee? Oh, doe ik nou nog... Ik ben soms zo noob met bouwen. Oké, ik heb een aardappel geharvest. Dat wou ik helemaal niet. Hier, poortje. Bam, poortje erin. Kijk. Hoppa. Ja. I feel good. Ja, ik voel me oprecht goed. Kijk wat ik al heb gebouwd. Ik kon niks, hè. Ik ben echt een Minecraft newbie. En maar ik bouw nu gewoon hier zo'n akker en ik heb een huis gebouwd. Nou, en ik heb varkens de liefde laten bedrijven. I love you, always forever, near or far. Kijk ze daar. Of is dat solo pig? Waar is baby pig? Waar is baby pig? Baby pig? Baby pig? Waar ben jij? Hallo? Of is dit de baby? Hallo, jij bent de baby, hè? Jij bent de baby. Waar zijn je vader en je moeder? Waar zijn papa en mama? Wil je nog een wortel eten? Jij mag van mij een worteltje eten. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kom maar. Ik kan ze zo meenemen. En dan... Wedden dat ik dan ook een varkensboerderij of een stal kan maken? Oh, alleen nu is die weer weg. Nou, dan moeten jullie me maar leren voor de volgende aflevering. Want dat lijkt me oprecht ook wel tof om te doen. Natsivenja, dit is mijn farm zelf gebouwd. Sakaoom, met peen en aardappel. Nou jongens, ik ga lekker slapen, want het is weer nacht. En dan sluit ik deze aflevering van Noobcraft af. Ik vind dat we weer een heleboel hebben gedaan, jongens. Ik ben oprecht wel trots op mezelf. Het was even wel gedoe met dat ijzererts. Ik ben nog steeds niet helemaal uit. Waarom dat nou eerst niet lukte, ik denk dat het toch door mijn pickaxe kwam. En ik ben trots op mijn babyvarken. Jongens, vertel even wat nu belangrijk is om te gaan doen. En hoe ik eventueel zo'n boerderij met dieren maak. Want dat vind ik echt epic. Doe een blauw duimpje omhoog voor Noobcraft. Abonneer op mijn kanaal als je dit vaker wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!